Op zaterdag 20 april werd spectaculaire brandweerwedstrijden gehouden. Aan deze vaardigheidstoets namen 6 korpsen uit de regio deel. De 2 beste teams gingen door naar de volgende ronde van de gewestelijke vaardigheidstoets. Op deze manier was voor elk deelnemend korps zowel de locatie als het scenario met de uit te voeren opdrachten een verrassing. We staan hier vandaag bij de vaardigheidstoets, zoals het tegenwoordig heet. Vaardigheidstoets brandweer hoofdklasse. Hoofdklasse betekent dat we hier meerdere eenheden ter plaatse krijgen. Omdat het onder leiding staat van een officier van dienst. Vandaag zijn we gestart met Ude. Daarna hebben we onze collega's van risicobeheersing gekregen. Dat zijn andere collega's die samen een team vormen. We gaan zo dadelijk getuigen zijn van Oefeld. En daarna krijgen we nog Rosmalen en Geffen. Ik kan iets kort vertellen over het scenario. We staan hier voor het pand van wat voormalig de juwelier Verlinde was. Daar vindt op dit moment een uitverkoop plaats. Maar daar komt een overvaller. Of iemand die in ieder geval minder goede bedoelingen heeft om de spullen mee te nemen. Hij dringt het pand binnen, gewapend met een mes. Maar de goudsmid die op de achtergrond in de werkplaats bezig is, die verschrikt ervan. Die laat zijn brander vallen. Er ontstaat brand en vervolgens een consternatie waarop de overvaller weer naar buiten tracht te vluchten. Alleen door de veiligheidssluis raakt hij opgesloten nadat er op de overvalknop gedrukt is. Het personeel gebruikt in alle ernst nog 1 en 2 voor de brand. Maar die kunnen niet meer door de achteruitgang naar buiten, want die is door de brand geblokkeerd. De vooringang is geblokkeerd door de overvaller in die sluis. Dus ze kunnen alleen nog naar achteren vluchten. Ze weten dat ze daar naar boven kunnen in het pand. Dat zijn kantoren en een kelder, dus dat doen ze. En dan gaat het scenario lopen, dan komt de brandweer ter plaatse en die moeten toch zien dat ze die 4 mensen weer uit het pand gaan redden. We spelen het nu zo dat we in het pand 4 slachtoffers hebben, waarvan er 2 loten zijn. Dit soort brandweerwedstrijden wordt georganiseerd om de vakbekwaamheid van brandweerkorpsen te bevorderen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden.